Bijzonder kleurrijke landschappen in de Verenigde Staten. Een tornado richt schade aan in Oekraïne. En hevige overstromingen in Kenia. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week, maar door de coronamaatregelen gewoon van het huis. Menig reiziger kijkt er naar uit. De prachtig gekleurde herfstbladertooien in de Verenigde Staten. Deze voor velen mooiste tijd van het jaar levert prachtige beelden op. In de Verenigde Staten maken ze er zelfs een verwachting voor. De foliage forecast. Per staat worden details gegeven waar en wanneer je de mooiste kleuren kan zien. Momenteel is het bijvoorbeeld prachtig van Colorado tot Iowa, Illinois, Ohio en Virginia. Een tornado in Oekraïne deze week. En die richtte behoorlijk wat schade aan. De tornado heeft de categorie F1 of F2 gekregen. Volledige huizen zijn verwoest en bomen zijn ontworteld en omgewaaid. Daarnaast worden er nog meerdere mensen vermist. In Kenia hebben deze week heftige overstromingen plaatsgevonden. Het water in Rift Valley heeft de afgelopen 50 jaar niet zo hoog gestaan als nu. Dit komt door de extreme regenval de afgelopen maanden. Op diverse plekken is het water meerdere meters gestegen. Scholen, huizen en ziekenhuizen zijn ondergelopen. Dat was hem alweer voor deze week, maar volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe top 3. Tot dan!